als bij de mannen. Twee Nederlanders zongen in de series mee vanochtend. Eén is er wel door en één niet. We kijken even naar degene die niet door is. Dat is de 19-jarige Karl Stolk. Hij kon zijn talent nog niet tentoonspreiden, Johan. En dat leek hier nog heel anders af te lopen. Want Stolk ligt hier na drie van de vier baantjes aan de leiding. Ja, het zag er eigenlijk best wel heel mooi uit tot deze laatste baan. Hij ging ten opzichte van zijn persoonlijk record wat hij in april zwom, 1:48.0, ging die 17e sneller nu weg op de eerste 100 meter. Maar hij bekoopte toch wel met behoorlijk veel verval, 1,6 seconden langzamer dan zijn persoonlijk record in de 200. Ja, en je ziet hier ook, dan kom je stil te liggen en dan gaat de rest eroverheen. En het enige wat je dan nog kan doen is in die zuur toekijken. En hopen dat je zo snel mogelijk naar die kant komt. Dat is wel jammer, want het blijft een hele talentvolle zwemmer. Technisch vind ik hem een hele mooie basis hebben. Hij zwemt records, staat van dit jaar. En je hoopt alleen behalve dat hij nu, op het WK, ja, dat hij het nog een keer laat zien. En een seconde erboven, ik vind dat toch wel weer, weet je, een klein beetje erboven is niet erg. Maar je komt hier op het WK, hij komt niet voor de medailles, maar hij komt dan om persoonlijke records te zetten, want hier werk je het hele jaar naartoe. Heeft dat ook iets te maken met specifiek deze afstand, de 200 meter vrije slag, die je wel moet leren zwemmen, waarbij het moeilijk is om het plan helemaal uit te voeren, wat we met Sebastian Verschuren hebben gezien, Femke Heemskerk ook wel in het voetbal. Ja, tuurlijk. Kijk, hij leert nu ook weer, en vorig jaar op de EK natuurlijk ook al, en hij maakt progressie, dus dat is wel heel goed, maar hij is ook jong. Dus dat moet ook. Wat ik merk is een beetje dat vooral die enthousiaste zwemmers, die gaan dan op zo'n WK toch allemaal net te hard weg ten opzichte van wat ze eerder dit jaar hebben laten zien op een swimcup in Amsterdam, waar de druk natuurlijk een stuk lager is. Dan hebben ze meer controle en nu gaan ze toch harder weg. En dan zie je het, dan kom je veel langzamer terug en dan kun je het niet meer herstellen. Ja. Is Karl Stolk wat jou betreft wel een belofte voor de toekomst? Want ja, er zijn wel een paar mannen nodig naast Sebastian Verschuren om het Nederlandse mannenzwemmen weer vooruit te krijgen. Ja, ik vind hem een heel groot talent. Ook vooral als je de eerste drie banen ziet, hoe die zwemt. Hij heeft een hele soepele slag, hij heeft een lange slag, hij is ook heel krachtig. Hij heeft een goede trainingsgeschiedenis ook, hij kan hard werken. Maar ja, nu kom je op een heel ander level. Je bent geen talent meer, dat ben je vorig jaar. Hè? Ja. Daar ben je dan een beetje vanaf. Ja. Nu moet je het gaan laten zien. Ja. Laten we hopen dat hij een goed voorbeeld heeft uiteindelijk aan Sebastian Verschuren.